Hey, wij zijn Electric Hollers. Ik ben Tim Beekenhol, zanger en gitarist van Electric Hollers. Dus, eerst naar de drummer. Oh, hey, nou, ik ben Max, ik speel drums en ik doe backing vocals. En ik ben Inge de Vries en ik ben bassist. Hey, we maken bluesrock, geïnspireerd uit de jaren 60-70. Maar daarbij proberen we ook een beetje grenzen op te zoeken en het wat moderner te maken. Dus het is een mix van al onze inspiraties zoals Santana, Ten Years After, B.B. King, noem maar op. Alles wat je kan vinden. Hey, blues is vooral rauwe expressie en emotie. Omdat de muziek zo primair is eigenlijk en weinig toegevoegde extra effectjes heeft. Moet je echt spelen vanuit jezelf en niet bouwen op andere dingen. Je kan moderne blues met allemaal effecten en dingen spelen en dat kan alsnog geweldig klinken. Maar hoe het is begonnen is echt vanuit een hele rauwe insteek. En dat komt voort in de drums, bas, zang, piano, overal waar het vandaan komt. En het mooie is, bij blues, solo's komt in de video ook echt naar boven. Dus je hebt ene gitarist speelt dezelfde gitaarlik en dan pak je een andere gitarist die speelt dezelfde gitaarlik en ze klinken totaal verschillend van elkaar. En dat vind ik zelf heel mooi. Teksten gaan vooral over de sleur van het dagelijks leven. Dus hoe je omgaat met bepaalde dingen in het leven. En vooral met betrekking tot jezelf en de mensen om je heen. Om in een fijne wereld te leven eigenlijk. En het is eigenlijk moderne blues met first world problems eigenlijk. Dezelfde expressie die we net ook uitlegden in de blues. Dus wij maken wat we aanvoelen. En niet zozeer van we willen dat maken om bekend te worden of dat doen om bekend te worden. Het gaat gewoon echt om doen wat je zelf fijn vindt in de zin van zelfexpressie, net als bij de blues. Dankjewel. Dankjewel.